De Biennale is altijd love and hate, want er is heel veel, zodanig veel en ook interessante dingen dat je toch niet alles kan absorberen. Dus op een bepaald moment is er een soort verzadigingspunt, maar toch komen we allemaal elke 2 jaar terug. Wat mij dit jaar opvalt is dat de curator heel hard een stempel gedrukt heeft. Ik vind dat ook goed, omdat de centrale tentoonstelling is soms zo'n bazaar, een beetje een beurs met standjes van alles. En nu krijg je grote ruimtes waar een boodschap gebracht wordt. Die boodschap die heeft te maken met decolonisatie, die heeft te maken met de prominentie van zwarte architecten, architecten uit Afrika, projecten ook uit Afrika. Dus dat is heel duidelijk aanwezig in de tentoonstelling. De zwakte is dat het een tentoonstelling is die soms minder over architectuur lijkt te gaan. En dat is, vind ik, de kracht van het Belgisch paviljoen, dat de 2 niveaus tegelijk bespeeld worden. Het gaat over biobased, biosourced materialen. Hoe ze gemaakt worden enzovoort en met alle belang qua duurzaamheid en herbruikbaarheid enzovoort. Maar er wordt ook architectuur gemaakt. En dus die materialen worden getoond in een architecturale vorm. Een architecturale vorm die bovendien super geometrisch is, super afgelijnd, mooi, esthetisch. Alsof de architecten hebben willen bewijzen dat je ook met zo'n materialen een andere architectuur kan maken. Dat je ten eerste architectuur kan maken en ten tweede ook zo'n architectuur. Dus dat dubbelspel, dat vind ik heel goed gedaan door de architecten hier.